Ik zit hier tegenover Jan-Kees de Jager. En welkom Jan-Kees de Jager. U kent hem waarschijnlijk als oud-minister van Financiën, maar tegenwoordig is hij CFO bij KPN. KPN, wat doet u hier eigenlijk? Bent u hier namens KPN? En kan men straks je telefoonrekening afrekenen in crypto? Nee, ik ben hier inderdaad namens KPN. En als KPN zien we heel veel verschillende toepassingen voor de blockchain en het distributed ledger. Ook hier en daar voor crypto. Komen we straks denk ik nog even op terug. Maar cryptocurrencies hebben bepaalde toepassingen die gewoon geld niet hebben. Ik zie cryptocurrency niet als een algemene vervanger van normaal geld dat gereguleerd wordt, van de euro's. Maar er zijn wel mogelijkheden, technische mogelijkheden mee, die je anders niet zou kunnen hebben in hele specifieke toepassingen. En daar richten we ook als KPN ons op, om hele specifieke toepassingen mogelijk te maken. Ook met overheden en lokale overheden. Om op die manier samen dingen te ontwikkelen die beter zijn, die normaal geld niet kunnen. Oké. En is er dan bij KPN ook speciaal een team aangesteld dat zich nu bezighoudt met cryptocurrency en blockchain? Ja, we hebben een speciaal team wat zich zowel op blockchain en cryptocurrency richt. Bijvoorbeeld in Internet of Things, dus dat zijn allemaal kleine apparaatjes, is de distributed ledger, de blockchain technologie, heel interessant. Omdat je allemaal apparaatjes hebt die transacties ook onderling moeten kunnen afhandelen. Maar je dat eigenlijk niet allemaal dan in de cloud centraal per se wil hebben. En daar kan blockchain heel interessant zijn. Dus niet zozeer voor een toepassing voor cryptocurrency, maar voor het afhandelen van gedistribueerde transacties kan dat heel interessant zijn. Juist als je honderden miljoenen apparaatjes straks gaat krijgen die met elkaar moeten gaan praten. En die ook veilig met elkaar moeten gaan praten en snel moeten gaan praten. We kijken naar loyalty management toepassingen om punten bijvoorbeeld te sparen. Maar ook om kassasystemen die vaak heel lastig kunnen spreken met ingewikkelde bestaande concepten met geldtransacties. Terwijl blockchain daar soms heel eenvoudig kan zijn om snel transacties af te handelen. Gewoon via de telefoon kun je natuurlijk al blockchain transacties afhandelen. Dus in principe is een telefoon eigenlijk al voldoende in plaats van ingewikkelde kassasystemen om transacties af te handelen. Dus dat is ook een toepassing. We kijken naar verschillende toepassingen die geld, je zou kunnen zeggen, kunnen gaan programmeren. Dus waarbij cryptocurrency, waarbij tokens gewoon ingezet worden als een ruilmiddel, maar waar ze een specifieke toepassing hebben. En eigenlijk vind ik dat misschien nog wel, ook in het kader van vandaag, het onderwerp van wat kan nou cryptocurrency ook voor de samenleving bijvoorbeeld doen, vind ik dat misschien een van de leukste voorbeelden. Daarmee kun je ook maatschappelijke problemen adresseren. Dat je kan zeggen van, wij geven bijvoorbeeld in het kader van bijzondere bijstand of mensen die in een schuldsaneringsproblematiek zitten en om gewoon aan de goede dingen te besteden wel geld nodig hebben om voedsel et cetera te kopen, maar waar je nog niet misschien de volledige vrijheid kan geven van zomaar één keer per maand een bedrag overmaken in euro's waar je van alles mee kan doen. En het interessante nu van deze technologie is dat je ook kan zeggen welk doel je ermee kan bewerkstelligen. Dus je kunt bijvoorbeeld met cryptocurrency aangeven hoeveel je er per dag van mag uitgeven, maar ook zelfs aan welke besteding. Bijvoorbeeld alleen aan voedingsmiddelen of primaire levensbehoeften in plaats van luxe dingen die je misschien niet nodig hebt. Dus in hele specifieke situaties, niche toepassingen, kan het ook wat mij betreft als een soort vervanging van geld dienen. Maar nooit als een algemene vervanger van geld, want daar denk ik dat de regelgevers en ook de overheid, die willen dat anders zien. Die willen daar gewoon de normale geldtransacties hebben. Maar cryptocurrencies gaan uiteindelijk over geld. Dus wie zou daarmee het voortouw moeten nemen? Banken of de overheid? Ik denk dat banken een belangrijke rol blijven spelen. Iedereen zegt, banken, dit gaat allemaal buiten banken om. Ik denk dat banken heel duidelijk hier ook weer positie in kunnen nemen. Maar ook inderdaad de overheid. Als het gaat om die hele specifieke toepassingen. Zij was KPN ook al met gemeenten in gesprek om te kijken van kun je zoiets met een bijzondere bijstand. Maar ook vanuit schuldsaneringsproblematiek is het dus interessant om te kunnen zeggen je geeft een bepaald doel mee met het geld. En misschien ook het tempo waarin je het kunt uitgeven kun je daarmee bepalen. Dat je niet in één keer alles op een dag als je het binnenkomt op kunt maken. Okay. Nogmaals, dat zijn niche toepassingen. Het is niet een algemene vervanger, zoals ik het zie, van euro's. Maar doordat het concept geld programmeerbaar wordt. Een cryptocurrency, die kun je voortaan ook allerlei verschillende doeleinden meegeven.
kan het heel interessant zijn om daar iets extra's mee te doen. En dan moet inderdaad wat mij betreft de overheid ook een belangrijke rol in spelen. Krijgt met de komst van cryptocurrencies geld dan ook een totaal andere rol? Ja, je ziet dat geld is in de nieuwe digitale situatie die we nu kennen, krijgt geld al een hele andere rol. Mm-hmm. En minstens zo disruptief voor banken is denk ik ook de nieuwe richtlijn, de Europese richtlijn, ja. Payment Service Directive 2, mm-hmm. PSD2. Daardoor zie je dat het gewoon traditionele betalingsverkeer op een heel andere manier gedaan kan worden. Iedereen kan voortaan connecteren aan het core betalingssysteem van banken. Dus je ziet dat dat al heel erg sterk aan het veranderen is. En ook de rol van geld. Geld in cash wordt steeds minder belangrijk. We gaan steeds meer digitaal in allerlei transacties doen. Je ziet dat ook in landen zoals in China, waar eigenlijk WeChat, je kan alles betalen met WeChat, maar je kunt ook allerlei diensten besteden of diensten bestellen via WeChat en dan vervolgens ook betalen. Dus je ziet daar al veel meer integratie in de telefoonapps en het betalen. Dus ja, de rol van geld gaat heel sterk veranderen, ja. Maar niet alleen door cryptocurrency. Nou, ik denk dat we een aardig stukje kijk te weten zijn gekomen over hoe KPN al druk bezig is met blockchain. Ik wil u bedanken voor uw tijd. Ja, dankjewel. Heel bedankt. Succes. Dag. Dankjewel.